mensen, welkom terug op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Voor de mensen die nieuw zijn, welkom. Ja, zometeen ga ik de reading doen voor het teken van vissen in de maand januari op liefdesgebied. Allereerst wil ik natuurlijk weer iedereen bedanken die zich in de afgelopen tijd heeft geabonneerd natuurlijk. Super dankbaar ben ik jullie. Ook wil ik natuurlijk wel zeggen dat niet iedereen op hetzelfde liefdespad, ik zeg tweelingziel, waarom weet ik niet, maar iedereen op hetzelfde liefdespad loopt. Dus kijk ook eventueel ook je ascendant, je Venus en je maanteken na. Het enige wat je wel moet weten is je geboortetijd, maar typ het in geboortehoroscoop en je hebt tal van sites die dat voor je kosteloos voor je kunnen uitrekenen. En dat is super interessant, want je komt veel over jezelf te weten. In ieder geval, mocht je een persoonlijke reading willen, want dat is natuurlijk helemaal op jou gericht en ook jouw energie. Neem dan contact met me op. Ben je geïnteresseerd in twin flame readings, maak ik ook. Kijk in mijn andere mapjes of vraag een reading aan. We gaan beginnen. Druk ook gelijk op het belletje als je abonneert. Daarmee krijg je ook mijn video's, krijg je melding. Dus kun je ze meteen bekijken. Hoe mooi is dat? Maar lieve vissen, we gaan eens kijken wat mag ik weten van dit deck in de maand januari. Waar kunnen we aan werken? Of wat komt er op ons pad? Op jullie pad? Transformation. Transformatie heb ik hier. Confess. En trust. En mask. Dus iemand draagt misschien een masker. Dat je in een transformatie zit of dat je daarmee bezig moet gaan in de maand januari. Maar in ieder geval komt het wel ten goede. Er zijn er nog drie. Communication heb ik hier. Nou, die lag er eigenlijk al. Er komt communicatie aan. Het kan zijn dat iemand je dus iets gaat vertellen over, insight. En mind games. Ja, het kan zijn dat je met mind games te maken hebt gehad. Dus dat iemand niet helemaal eerlijk was in de situatie. Dat er communicatie aankomt. En dat je vertrouwen eigenlijk moet hebben in de situatie. Maar het is wel belangrijk dat je ook aan jezelf werkt. Kijk ook inside. Dus kijk ook in jezelf. Waar heb jij nog stukjes te helen misschien in de maand januari? Wat mag ik nog weten van dit? Breakup, separation, stop the pattern, silence treatment. Ja, wat ik al hier al zag, hè? Mind games. Een mask, alweer. Ja, dus het kan echt zijn. Het kan ook dat jullie beiden een masker dragen en jullie liefde niet tonen. Maar ik zie wel dat er communicatie aankomt. Oeps. Nou, dat zijn er heel veel. Ja. And not showing true feelings staat hier, ja. Twin flame, wauw, ja. Ik heb de laatste readings, heb ik eigenlijk heel veel twin flame. Ik weet niet waarom, maar ja, ik moet ze toch maar pakken. Hoeft niet dat het zo is, maar het kan wel. Ja, clarity and truth en coffee cup meeting heb ik. Dus het kan zomaar zijn dat iemand jou weer gaat berichten of dat jij degene bent. Maar excuses, lieve mensen. We gaan eens kijken wat ik nog van het tarot deck mag weten. De koningin van de staven. Omgekeerd lag die, maar ik lees hem gewoon rechtop, want het deck ligt. Ja, ik heb het dek omgekeerd, dus sorry. De koningin van de staven is een spirituele powervrouw. Is sensueel en weet ook goed, is eigenlijk altijd druk. En weet heel goed de zaakjes op orde te houden. Want het is een volwassen vrouw en die weet wat ze wil. Het is een gepassioneerde vrouw. Heeft veel passie in hetgeen wat ze ook doet. Ja, het kan zijn dat jij, dat je je wat zorgen maakt. Dat je,
Ja, dat het, of het wel goed komt, of het, je hebt nachtmerries, of je ligt ergens wakker van. Het kan zijn met de connectie dat het zo is, omdat dat de mindgames worden gespeeld en je eigenlijk niet goed weet waar je aan toe bent. Maar er is wel een aanbieding onderweg. Dus de Peets van Munten, en dit is een stabiel persoon, is betrouwbaar. En het kan zijn dat jij dit in je energie hebt, of het kunnen kinderen zijn die... ja, in je omgeving zijn. Maar in ieder geval een betrouwbaar lief kind. Eigenlijk die... die verstandig is. Maar het kan ook zijn dat het op je pad komt. Dus dat er iemand, een kinderlijk... een innerlijk kind eigenlijk. Of een persoon met een innerlijk... een kinderlijke voorkomen. Die de stabiliteit gaat geven. Want vaak staan de schildknapen vaak voor nieuwsbrengers. En de Peet, wauw. En liefde. Ik zie je twee keer Kelken. Dus het kan echt zijn dat je kinderen hebt. De Peet van Kelken is eigenlijk een heel liefdevol kind. En heel intuïtief, maar ook heel gevoelig. Dus het kan soms een heel gevoelig kindje zijn. Of kind. In ieder geval zie ik twee. Maar het kan ook jouw energie zijn. Dit, in ieder geval maak je je zorgen over iets. Ja, want je hebt geïnvesteerd en, in het verleden. Of je wil... Je hebt in ieder geval geïnvesteerd, je hebt je plantjes, de zaadjes geplant, maar je bent eigenlijk niet heel erg blij over het resultaat, heb ik het idee. Je hebt veel energie ergens in gestoken, maar je hebt zoiets van, nou, is dit dan het resultaat? Krijg ik dit ervoor terug? Maar ja, wees wel positief en vertrouw op het proces, want soms duurt het gewoon wat langer. Ook al heb je dat gezaaid, ook al is nu de oogst eigenlijk niet wat je wilt, maar... blijf wel hopen en vertrouw er ook op wat er ook lag. Want er komt stabiliteit aan, is wat ik zie. En de koning van Kelken, ja, er komt iemand aan en die komt je weer liefde brengen, is wat ik hier zie. Koningin van Kelken is, nou, dat zijn jullie natuurlijk, want jullie zijn watertekens. Dus vissen, stier, of vissen, kreeft of schorpioen. Kan zijn dat dit jouw energie is. Of er komt iemand op je pad die dus gelijkwaardig aan jou is. Dus die ook emotioneel en intuïtief heel erg goed met jou overweg kan. Ja, en dat gaat jou tot wish fulfillment leiden. Dit is de wish fulfillment kaart. De 9 van Kelken. Dus alles wat je eigenlijk hebt gewenst en eigenlijk wat jij wilde... Dat komt al uit. Alleen je zou echt wel geduld moeten hebben. En je niet zoveel zorgen moeten maken. En zoek ook iets waar je je passie in vindt. En ga gewoon door met hetgeen waar je mee bezig was. En treur niet te veel over wat er nu nog is. Of wat er nog niet... dat je denkt dat het niet genoeg is. Maar dat heeft allemaal een reden. Is wat ik hier zie. En kijk ook... Waar jij nog stukjes hebt. Maar er is iemand die wel terugkomt. Uit het, ja, die jouw liefde gaat aanbieden. En het kan heel goed zijn dat diegene dus jou gaat zeggen. Wat hij eigenlijk ook echt van jou vindt. Dat diegene een masker heeft gedragen. En dat hij misschien is getransformeerd eigenlijk in hetgeen wat je eigenlijk ook graag wilde. En ook zich nu beter kan uiten. Door ook de situatie die diegene heeft meegemaakt. Is wat ik zie. En geen mindgames meer wil. En ja, in zichzelf ook is gekeerd. En ook nu ziet waardoor hij misschien steekjes heeft laten vallen. Ik zeg hij, maar kan natuurlijk ook een zij zijn. Maar ik zie ook echt kinderen. Dus het kan zijn dat je kinderen hebt. Of dat jij het bent. Dat jij stabiliteit en die liefde en je innerlijke kind eigenlijk ja, weer naar boven haalt door deze energie die je hier hebt. Maar het is wel de bedoeling om eigenlijk uit je hoofd te komen. Want er komt veel stabiliteit aan en ook heel veel liefde. En dat gaat je tot wish fulfillment leiden. Dus blijf hoop houden is wat ik eigenlijk zie. En het kan echt zomaar zijn dat je twin flame gewoon weer terugkomt. Of in ieder geval een persoon waar je gewoon heel veel liefde voor hebt. Dat is wat ik heb voor jullie lieve vissen. Mocht het resoneren, doe het duimpje omhoog, laat het me weten. En dan hoop ik jullie natuurlijk snel weer te zien in een van mijn andere readings. Doeg!